Die is best wel een beetje dik. De geilborstkap. Oeh, zit hij in. Denk je dat die apen je pet gaan pakken? Ja, welke aap? Welke aap springt het verst? Welke denk je? Het juiste antwoord vind je op de volgende bord, 50 meter. Ik denk slingeraap. Waar zijn we? Waar zijn we? Apenhul. Goedemorgen, wij zijn bij de Apenhul en we hebben er heel veel zin in. Want wij gaan vandaag aapjes kijken. We gaan aapjes kijken, toch? Ga maar eens aapjes kijken. Aapjes kijken. Kusje mama. Hier Memphis. Wat is dat dan? Weet ik niet. Kijk, dat kan je gooien. Dat blijft plakken. Ah, hij blijft bij mijn duim. Ga maar gooien. Doe maar gooien dan. Wauw. Vind je het niet ver lopen? Het is echt ver lopen naar de ingang, jeetje. Oké, dus alle antwoorden zijn goed. Al deze aapjes lopen los. Kijk, kijk, al deze apen lopen los tussen de bezoekers. Zullen we een aapje jatten dan? Zo maakje, neem hem mee naar huis. Ja, cool. We hebben een heel lief aapje thuis, wat Zeno leuk vinden. Ik denk dat Zeno helemaal gek wordt. Oh, wat een mooierd. Even kijken. Een kippie? Een kip. Kippie, een pauw. Zo'n gezellig liedje, hoor je dat? Een beetje salsa. Waar is Memphis? Memphis, kom, rennen. Memphis, rennen. Maar een aap kan ook gewoon zo hier op je schouder komen. Ja, vind je dat eng als hij op je schouder komt? Kom, we moeten daar naar binnen. Waar is papa? Ga maar naar papa. Oké, we zijn dus nu bij de aap en ik heb dus nu een boekje. Ik ga zo'n speurtocht doen met de jongens, dus ik ben benieuwd. Je moet, nu zijn we bij 2, dus ik moet nu deze aap zoeken bij 2. Waar zie je dat staan dan? Oh, je bent bij 2. Oké, en welke aap moet je zoeken, laat zien? Nee, de geilborstkap. Geil of geel? Oké, de geel, wat staat er? Geelborst, weet ik niet. Ben je met aapje aan het praten? We moeten speurtocht doen. Hoe heette die aap ook alweer? Geelborst nog iets. Oké. Nick, hij zegt over die aap. Die heet een geelborst zo aap. Hij zegt, ik zeg, wat voor aap is dit? Een geilborst. Hoe heet die ook alweer? Die staat hier ook. Een geelborst kapucijn aap. Oké. Zie je hem? Oh, gus, wat is die lief? Boodschappen. Oh, die is echt heel lief, hè? Dan moet je hem wegkrassen nu. Geen. Heb je... Oké, we hebben... Oh, wat mooi. Heb je nu? De F. Niet de V, maar de F. Oké, hij gaat in de kinderwagen. Niet aaien. Aap, hè? Wat doet het aapje? Nou, de paar kinderwagens. Ah. Ze vinden kinderwagens vinden ze wel heel leuk, schatje. Let the radiation take you to another place. Let it be your man. We zijn in Madagaskar. Woehoe! Lang leven Madagaskar. Mooi. Aap. Vind je aap mooi? Is aap mooi? Nee, nee, nee. Is... Nou, streep bamba. Doe mijn tong uitsteken. Maak je wel gewoon door. Kieken. Kieken? Kieken. Kijken. 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 Oh, mooi. Wie is dit? Wie is dit? Hallo. Oh, kijk nou. Die zijn lief. Die kant op. Moeten die kant op. Can you feel this energy? Yeah. Let the radiation take you to another place. Let it be your medicine. Kijk nou, ze komen echt heel erg dichtbij. Oh, kijk nou, wat lief. Wat kan je dichtbij ze komen? Ik ben alleen nu mijn vriend kwijtgeraakt. Ik weet niet waar mijn vriend naartoe is gegaan. Oké, Nick is er vandoor. We kunnen hem niet meer vinden. Maar waarom loopt hij ook weer weg? Ik snap het ook niet, hè. Snap het ook niet. Snap het ook niet, hè. Can you feel this energy? Let the radiation take you to another place. Let it be your medicine.
Lekker? Die hele bak is vies. Zijn labeltjes gevallen. Kijk, jij had zo vrolijk. Ja. Wel een hele grote fles om uit. Zo, gaan wij wat warm halen, hè? Gaan wij patat halen. Rose still up though. Can you feel this energy? Let the radiation take you to another place. Oh, we gaan nu naar de Orang Oetang. Dus dat wordt een beleving op zich. Ik ben dus iedere keer bang als ik omhoog kijk. Omdat er een aap op mijn schouder belandt of zo. Dat vind ik echt mega eng. Oh, ik ga met mijn mond vol. Dus dat gebeurt dan, ik gil ik echt de hele park bij elkaar. Dat vind ik echt super, super eng. Ik kom eraan. Die is best wel een beetje dik. Een beetje heel erg dik. Daar. Daar. Wat een grote joekel. Wat ziet hij dan? Ja, dat stuur. We zitten in de draaimolen. Dat is lang geleden. Hey Nick. Ik voel me net weer een klein kind. Zuurtje, we zitten gewoon in de draaimolen. Zo leuk. Hey Lesjo. We gaan vertrekken. Oh, ik ga omlaag. Ik ga nu omhoog. Maar ik voel niks. In het draaimolen, maar ik voel geen kriebel in mijn buik. Jij dan? Waarom je been? Je hebt daar dingen voor je voeten. Hij gaat weer omhoog. Ik ben nu weer lekker thuis. De apen was echt super, super, super leuk. Ik ben nu wel helemaal kapot. Ik weet niet, ik doe het zoals een hyperklein kind als ik ergens ben. Maar ik ga nu dan lekker slaapjes doen, denk ik. En ik heb het koud en wol. Dus ik zie jullie bij mijn volgende video. Vergeet niet te abonneren. En vergeet geen duimpje omhoog te geven. En als je dan toch abonneert, vergeet niet het belletje mee te nemen. Zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Doei doei.